En we gaan naar de persconferentie die er gisteren is belegd door de minister van Sociale Zaken, minister André Misikaba. En het heeft allemaal te maken met de ondersteuning die er vanuit de regering komt voor de nabestaanden van degenen die hun haven en goed hebben verloren als gevolg van brand, van woningbranden. En daarnaast heeft hij ook gesproken over zaken die toch wel van belang zijn om in dit kader mee te nemen. Heb je een bed, heb je een gasfornuis? Ja, hoe doe je dan daarmee als je de familie wil helpen? De minister van Sociale Zaken heeft dan daar antwoord op gegeven tijdens een gisteren belegde persconferentie. Wij hebben gelijk ingegrepen. En wij maken bekend aan die samenleving via uw medium dat vanaf vandaag iedereen die iets wil geven, wil doneren in natura, dat kan doen hier op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting aan de waterkant. En de directe verantwoordelijke daarvoor is mevrouw Rozenblad. En ze is te bereiken op het nummer 88 19 057. In eerste instantie tussen 8 en 3. Maar omdat het een mobiel nummer is, kan zij natuurlijk na 3 uur ook bereikt worden. Dus mensen die bijvoorbeeld een bed willen geven, een gasfornuis, want de mensen hebben alles verloren. Ja, de meneer Ansu heeft alles verloren. De dokter van meneer Van Het heeft alles verloren. Maar ook die seniorenmoeder van Pont Buiten heeft alles verloren. Dus vanaf bed tot klerenkast tot gasfornuis, u noemt het kleren. De mensen hebben alles verloren. Ik zei eerder dat de president initieel een bedrag heeft gegeven aan beide families, waardoor men de meest noodzakelijke dingen heeft kunnen aanschaffen. Maar het is bij lange na niet voldoende. Dus iedereen die iets wil geven, kan dat hier op het ministerie doen. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen, ik wil toch persoonlijk geven aan de mensen. Dat mag, dat kan altijd, no problem. Dan kunt u rechtstreeks gaan. Maar om te voorkomen dat we dubleren, wat ik al heb gezien in de afgelopen dagen, is het goed dat we de zaak centraal houden. Ja, dat is dus minister André Misikaba. En hij heeft tijdens deze persconferentie ook een bankrekeningnummer prijsgegeven, welke dus de gemeenschap is voorgehouden, die ook een financiële steun willen geven. Het bankrekeningnummer noem ik dan nu op. Zometeen krijgt u dan ook in beeld. Bij de Hagrind Bank is er een giro-rekeningnummer waarop men zou kunnen storten. Wil men dus deze twee families toch wel financieel te hulp staan. Dat is dus 20 98 52 86 8. Dat is dus het nummer. U zou het dan wel anders kunnen opnoemen. Maar dat is dan het bankrekeningnummer dat wij dus gistermorgen dan hebben gekregen van de minister van Sociale Zaken, minister André Misikaba. En hij legt ook uit waarom. Mensen die financiële middelen willen geven, we hebben vanmorgen een bankrekening opgezet bij de Hagrind Bank. En het is een giro-rekening SRD en het nummer is 20 985 28 68. En op dit nummer kunnen mensen die geld willen storten dat geven. Het is een rekening met als procuratiehouder de directeur van Sociale Zaken, mevrouw Salmo. Ja, en iedereen die geld wil geven, want nogmaals, we willen het dubleren voorkomen. Ik ga niet in detail op in de richting waarop dingen dreigden te gaan. Maar om dat te voorkomen, u mag dat geld storten op de rekening. En we zullen, wanneer de mensen geld hebben gegeven, samen met de twee families zitten. Althans de directeur, dat is niet iets van mij als minister. De directeur heeft de verantwoordelijkheid. Die zal zitten met de twee families en kijken wat allemaal nodig is, zodat de zaken gegeven kunnen worden aan de mensen. Ja,
dan andermaal dus minister André Misikaba ten aanzien van hoe het zal gaan met de uitvaart van deze 5 kinderen. Dan is het nog niet duidelijk. Reden waarom? Omdat er vanuit het Openbaar Ministerie de lichamen nog niet prijs zijn gegeven. En dus men nog niet duidelijk kan aangeven wanneer de uitvaart zal plaatsvinden. Eén ding is wel duidelijk. En dat is dan dat de overheid er alles voor doet. Nou, laten we het anders zeggen, dat de begrafeniskosten en alles wat daaromheen valt te gebeuren of moet gebeuren, dat die kosten zijn voor de rekening van de overheid, van de regering. Die toezegging is ook gedaan door minister André Misikaba. Het is dus wachten op wat er nog meer moet gebeuren. We hebben dan ook nog gasten waarmee we vandaag ook gaan praten, over een ander onderwerp. En dan komen we dan later in deze uitzending terug op deze tragedie welke Suriname heeft getroffen. En wij hebben dus ook hier bij de STVS zullen we bezig zijn met een teleton. Die wordt dus donderdag gehouden, dus overmorgen. En wij willen u dan toch wel aanmoedigen om mee te doen aan deze teleton. Om de mens, de families in nood, om die